Haha. Omdat nou, ik moet er nog 5, Milan, 5. Onthoud 5 achter jou, 5. Als je het nu nog fout doet, dan... Het gaat nog steeds. Ja. Hallo kijkers van Shine Spice, welkom bij een gloednieuwe aflevering van de Avatar Log. Het is alweer even geleden voor ons dat wij hem hebben opgenomen. Voor jullie zit er natuurlijk geen tijdsverschil in als normaal, want dit zal gewoon een paar dagen na de afgelopen aflevering zijn. Ik merk wel dat mijn spel een beetje lekt, maar Sander, hoe is het met je? Zeer goed, zeer goed. Oké. Okay. Dus, dat is mooi, dat is mooi. Ja, ik heb alleen geen idee meer waar ik gebleven ben. Ja, nou dat had ik dus ook. Alleen ik bedacht me net, oh ja, volgens mij moet ik Mount Pyre in. Daar mag ik ook zo meteen nog een Pokémon vangen als het goed is. Ik heb oprecht geen idee waar ik nu naartoe moet. Ik zit in dat ene stadje aan zee. Oké, heb jij dat ene eiland al gedaan wat daar zo onder de safarizone ligt? Dat grote eiland met al die graven en zo, dat je zo daar naar boven moet lopen? Nee, dat heb ik niet gedaan, zo te horen. Oké, ja, die moet je inderdaad doen, want die is... daar krijg je dan die orb, zeg maar, als je daar helemaal boven bent. Oké. Dat. Hoe is het met het kijken naar Blacklist? Is het nog een beetje een leuk seizoen? Ja, zeker. Mooi zo. Tenminste, als ik Reddit moet geloven, is het echt een kutseizoen. En haat iedereen mijn favoriete karakter. Nee, niet mijn favoriete karakter, maar zitten wel echt te haten, man. Echt kut. Oké. Okay. Ik heb hier wel in een grot Mount Pyre. Ja. Ik weet dus niet of ik hier moet zijn. Ja, daar moet je zijn. Oké. Nou, gaan we gewoon. Oh ja, ik had de vorige keer Mega Evolution geunlocked voor Gyarados. Dat was ook zo. Nice. Heb jij je Mega Evolution op Swampert al als gebruikt eigenlijk? Ja. Ja, ik heb hem dus heel lang niet op mijn Swampert gezet. Alleen tijdens het trainen heb ik eventjes die ding gegeven. Ah, oké. Als het goed is. Hij had namelijk nog Mystic Water. Oké. Nou ja, dat is op zich ook een goede item. Kan ik ook zien of die aan heeft? Ah, vast wel. Ik ga er gewoon maar vanuit. Ja, dat zie je vanzelf in battle wel. Als je niet die optie hebt, dan weet je genoeg. Ik heb zoveel battles zonder overleven, die ene battle kan vast nog yeah. Hoe is die Winx-serie trouwens? Ja. Of heb je die dan niet gekeken? Ja, ik heb hem helemaal afgekeken, is echt vet. Ik vind hem echt vet. Ik vind hem beter dan de originele anime, zeg maar. Ik moet zeggen, ik kan me echt bar weinig herinneren van die anime. Ja? Ook. Okay. Ja. Oké, dat was veel damage. Shit. Ja, ik weet niet waarom. Ik kan me alle settings nog wel herinneren. Die hele school en zo, hoe dat eruit ziet, kan ik me nog wel herinneren. Maar echt een aflevering zou ik niet kunnen noemen, zeg maar. Oké. Voordat we daarover verder gaan, hè, gebruik je toevallig een andere microfoon? Nee, als het goed is niet. Oké. Ik heb een gevoel... Klink ik kutter? Ja, voor mijn gevoel wel. Maar dat kan ook aan Discord liggen hoor. Dat kan heel goed aan Discord liggen. Omdat hij sowieso al een beetje loopt te kloten. Mijn ding lekt ook. Anders misschien ligt het wel gewoon aan mijn PC. Ja, maar Simon zei het laatst ook. Oké. Maar kijk er anders na de aflevering maar even naar. Ja? Dan maken we gewoon de aflevering even af. Is het nu beter? Nee, het is nog hetzelfde. Oh nee, dat is mijn opname ook. Dus dat zie je sowieso niet. Nee. Kijk er straks maar even naar. Is dit beter? Ja, dit is veel beter. Ja. Oh, ik hoop echt niet dat hij met Oh, dit is top. Ja, en nu is hij weer normaal.
Dan pakte hij mijn webcam sound. Ah, ja, dat pakt hij van mij ook wel eens. Ook random, want ik heb niks veranderd. Maar, nee, okay. Nee, dat doet hij soms. Oké. En bedankt, Discord. Ja. Yeah. Laten we eens even zien of... Oh, dit klinkt zoveel beter. Mijn... Oh mijn god. Oh, ik hoop echt dat het in de opname gewoon goed is. Ja, nou, nu kan, dan kan ik altijd... hoe heet het? Ja, dat komt wel goed. Dus, en anders is het maar 10 minuten. Hè. Ja, dat of 5 minuten maar zelfs. Oh. Wat ik gebruik namelijk... Ik gebruik namelijk meestal wat ik heb opgenomen, zeg maar. Omdat het gewoon makkelijker met editen is. Maar ja. Wat ik ook merk, dat ik heel raar vind, dat mijne soms niet synchroon loopt. Terwijl ik gewoon, zeg maar, mijn eigen opname pak. Dus dat is echt raar. Maar ja. Wacht, wat? Hoe bedoel je? Mijn geluid loopt niet altijd gelijk met mijn webcam, zeg maar. In de Avatarlog, zeg maar. Waarschijnlijk omdat die afleveringen lang zijn. Alleen dat is wel raar, ja. Ik weet niet waarom het is. Oké, apart. Maar dat stukje wat ik op Twitter had gezet trouwens, dat is van aflevering 15. Die, ja. Die komt eind februari online. Okay. Ja, dat doe ik nou even. En die ene met de disco. Jij weet wel wat ik bedoel, hoop ik. Ja, die heb ik ook gezien, ja. Dat was wel grappig. Die, staat al online, toch? Of niet? Nee, volgens mij die nog niet. Of ik heb een afleveringetje gemist. Maar... Als het goed is, niet. Ah, dat kan hoor. Ik ben nu wel echt paranoia dat iedereen echt kut audio heeft gehoord dan een hele tijd lang. Maar goed. Ja, daar moet ik niet veel aan denken. Nee. Ja, lekker op een Mampire. Kan ik hier ook nog een Pokémonnetje vangen? Nee, volgens mij niet. Ja, ik zei net van, ik mag hier zo nog een Pokémon vangen, maar dit is natuurlijk geen normale Nuzlocke, dus daar moet ik heel even weer aan wennen. Oh, jij doet natuurlijk die Ultra Moon Sun. Ja. Welke je doet, maar dus ik heb hem wel... een van die twee die doe je. Dus ik heb hem en weer... dat wel een Nuzlocke. Ja, precies, dat is een gewone Nuzlocke. Dus dan mag ik elke route eentje vangen. Maar ik heb heel eventjes Serebii erbij gepakt voor de routes, zodat ik zo meteen kan zien welke Pokémon we mogen vangen, zeg maar. Ja, slim. Oké, ik ga tegen het eerste mannetje bij Mount Chimney, of Mount Pyre vechten. Oké, ik ben ietsje verder. Maar ik ben niet een koffie. Ja, maar ik zat ook een beetje te kloot. Met waar ik heen moest vooral. Mm-hmm. Earthquake. Ik ben echt dom. Dat klopt. Maar waarom ben je dom? Earthquake op een koffing. Ah, nee, dat is op zich niet echt handig. Dat maar is... de koffing deed zelf dus. Een understatement. Graveler. Graveler. God. Grafflefer. Ja. Ja, dat weet ik nog wel, ja. Het is echt alweer een tijdje geleden dat we hebben opgenomen, hè? Ja, klopt. Ja, deze serie moeten we natuurlijk wel gewoon goed afmaken. Ja, zeker. Alleen burst, maar wegdoen. Ja, het is inderdaad een tijdje geleden. Maar, ja, ik weet ook niet hoe dat eigenlijk zo komt. Waarschijnlijk omdat we... allebei druk zijn, ja. Yeah. Ja. En mijn stuk maar evolueert in een Mikado. Hits. Ik deed net wel echt een petkoekdansje. Nice. Ik heb jouw stijl gejat trouwens, hè. Ja, ik zag het. Ik vond hem wel leuk. Ondanks dat je mijn stijl had gejat. Ik doe nu voortaan ook een cool dingetje voor mijn aflevering. Dat is wel leuk. Ja, nee, ik doe het ook niet altijd hoor. Soms is het oprecht moeilijk, want dan heb je... Soms heb je of
Sindsdien, die zijn alle twee wel leuk, maar wel in een context, zeg maar. Waardoor je het niet echt in zo'n voorstukje kunt doen. Mm-hmm. Soms heb je ook gewoon dat je denkt van, ja, op zich de aflevering is wel leuk, alleen het was net niet leuk voor intro moment. En, ja, precies. Ja, dus dan doe ik het gewoon niet. En soms kun je de context er nog bij zetten, maar soms ook niet. Want dan zijn het of sowieso spoilers, of ja, is het gewoon... Ja, om spoilers te tegen te gaan, doe ik ook elke keer inzoomen op onze webcam. Ja, nee, ik heb soms ook wel eens, dan wil ik dus wel, dan is er op zich wel een leuk stukje. En dan denk ik, ja, de context moet er wel bij, anders is hij niet grappig. Mm-hmm. Maar dan wordt hij echt 1 minuut of zo. Ja, dat vind ik ook niet passend. Nee, dat is dan weer te lang, zeg maar. Sowieso past dat ook niet, want ik heb die intro muziek die je hoort, die heb ik dus zeg maar zo gerenderd dat je... altijd 30 minuten en dan komt hij. Dus ik kan niet zeggen van, ik doe hem langer dan 30 seconden. Ah, oké. Okay. Of dan heb je de eerste 30 seconden, als je een minuut hebt, heb je geen geluid. Mm. Dat is ook leuk. Ja, je hebt zo... Ja, klopt. Ja. Ja, klopt. Ik ken hem. Hoe komt dat nou toch? Oh ja, maar we hadden het over Winx, Fate, de Winx Saga. Dat is echt, als je een keer denkt van, nou, ik heb nu heel even niks te kijken, het zijn maar 6 afleveringen. Het is wel echt heel vet. Het is echt heel vet. Nou, ik ben van plan om Vikings eindelijk een keertje af te ronden. Oké. Okay. Ik ben er echt vorig jaar maart mee begonnen. Mm-hmm. Alleen, ik heb echt, in de zomer heb ik echt amper gekeken, want ik vond het gewoon... Ik wou hem op zich wel zien, maar ik wou ook steeds andere dingen doen en zo. En ja, het kwam er gewoon steeds niet van, zeg maar. En nu ben ik weer aan het kijken en er zit één karakter in. En die is echt kut, maar hij leeft nog. En ik heb echt zoiets van, laat hem gewoon doodgaan. Hij is een lul, laat hem doodgaan, please. Dus ja, daardoor heb ik steeds de neiging om toch iets anders te kijken. Ja, precies. Wel, op zich, de show op zich is wel leuk, alleen, ja, dat karakter, dat is... Minder leuk. Ja. Ja, bij Winx is het wel echt, je hebt een aantal van die hoofdpersonages van de anime-serie, zeg maar. Die zitten er, ook in deze serie dan, zeg maar. En sommige hebben ze wel weggelaten. Maar dat is op zich niet erg. Ik kan me alleen die... Je had één zo'n... die was vooral voor de planten. Ja, Flora. Ja, die bestaat wel, maar ze heeft wel een andere naam. Oeh. Terra. Je had toch één... Oh, ik kan me wel weer één herinneren. Je had toch één met dat die witches... Of dat die veeën dark werden door bepaalde witches of zo, weet ik het. Nou, maar wat? Eentje waardoor ze echt evil werden of zo. Oh ja. Dus één van die groep, die werd dan evil... Ik weet het niet meer precies. Nou, ik weet wel dat je de tricks had. Dat waren die drie heksen. Icy, Darcy en Stormy. Ja, die waren het. Die hadden toen een keer een zo'n chick dark gemaakt of zo. Oh, dat zou best kunnen. Dat weet ik niet meer. Maar... Staat er nog vaag ergens iets van bij. Ja, hun zijn zeg maar gemorfd naar één persoon, zeg maar. Dus... Oh. Dat is op zich wel grappig. Maar ik zal niet te veel verklappen als je het wil zien. Want het is best wel leuk. Wat ik even wil zeggen, in het buitengedeelte van deze grot, zeg maar, want je, op een gegeven moment kom je in een buitengedeelte, daar kan jij nog een Pokémon vangen. Oh wel? Ja, Meditite. Ah. Ik weet niet of je die al hebt, zo niet, dan kan je die hier vangen. Oké, nee, die had ik nog niet. Oh, dat is wel Psychic, dat is op zich wel een gunst. Ja. Hoeveel procent is dat? Ik kwam hem net meteen tegen. Dat zegt natuurlijk niks, maar... Ja, ik heb nu al die mensjes verslagen. Oh, hij is het meeste, 40%. Oké, want je moet zeg maar op de tweede floor moet je naar onder lopen. Dan kan je... dan kan je zeg maar naar buiten. Ja, dat had ik. Ik heb nu de man die Red Orb heeft gestolen, zeg maar. Yeah. Of Blue Orb. Nee, hij steelt de Blue Orb. Oh, daar ben je al. Je bent al buiten. Ja. Oh, je bent gewoon verder dan ik.
What the fuck? Ik moet al die magma-mannetjes nog verslaan. Ja, ik bedoelde zo net ook met eerste mannetje, bedoelde ik ook zo'n magma-mannetje. Oh, echt waar? Jij bent gewoon veel verder dan ik. Deze serie gaat echt... De ene keer loop ik heel ver voor, de andere keer loop jij heel ver voor. Ja, het komt omdat ik de... Volgens mij was dat aflevering hiervoor. De hele aflevering heb besteed aan het vinden van de Gyarados-steen, zeg maar. Dus toen heb ik weer heel veel tijd ingeleverd. Nou, ik vind het wel mooi hoe we dat... Ja, niet gewoon alle twee een beetje gelijk oplopen, maar nee, de ene keer sta ik heel erg voor, dan Milan weer. En dan gaan we een beetje... Ja, geniaal. Zeker, zeker. Dat maakt deze serie zo goed. Nou, ik vind het wel een leuke serie om op te nemen. Ja, zeker, zeker. Ik ook. En hierna hebben we nog een idee, maar dan gaan we nog niet spoilen. Het kan goed dat wij dat al lang een keer hebben gezegd, maar dat weet ik niet. Weet al lang. Dat maakt niet uit. Ik weet nergens wat van. Oh, ja, als jullie die nieuwe serie en jullie zeggen niet van, oh, ik had dit niet verwacht, dan echt, haten jullie. Echt, hè? Jullie hebben het niet verwacht en dat blijft er. Ja, sowieso. Ik weet ook met de tijd catch rate eigenlijk niet. Ik kan het wel even opzoeken. Ja, ik kijk eerlijk gezegd nooit naar catch rate. Omdat je moet gewoon altijd geluk hebben of je zit of niet. Maar dat is wel mogelijk waar. Nee, maar dan weet ik of ik hem moet verzwakken, zeg maar. Ah, oké. Tactics. Ja. Ik zou niet zeggen dat ik ze heb. Oh, 33%! Ooit. Ja, jij moet nog wel even 6 keer doodgaan, hè? Want dan staan we gelijk. Nee. Oh! Oh, dat ben ik helemaal vergeten te zeggen. Oh, wacht! Was doodgegaan. Ik heb getraind en ik ben ook compleet over de hele train heen gegaan. Maar ik had getraind. En ook mijn Shedinja, want ik dacht, laat ik slim doen. Ja. Yeah. Alleen, hij moest tegen een Keklion. En die Keklion deed Faint Attack. Ah. En toen was ik dood, want ik heb maar 1 HP met Shedinja. Oh ja. Mm. Oh, maar dat ga ik sowieso vergeten natuurlijk om die bij op te tellen. Hoe doe je? Bij je death counter op te tellen. Dat ga ik natuurlijk 100% zeker vergeten. Oh, haha. Omdat ik moet er nog 5, Milan. 5. Onthoud 5 achter jou. 5. Als je het nu nog fout doet, dan... Het gaat nog steeds. Ja. Waarschijnlijk gaat in het begin van deze aflevering jouw team ook fout. Omdat je... Ik weet niet of je de Shedinja bij je had toen we de vorige aflevering stopten. Nee. Nee, oké. Dan is dat dan. Nee, als het goed is niet. Oeh, mijn Sharpedo ging bijna dood. Neem me mee in je gedachten, Sander. Oké. Ja, sorry. Ik ben heel gefocust in meditate aan het vechten. Vangen. Aha. Vangen. Niet vechten. Want dan gaat hij dood. En dat willen we niet. Wie verzint het om 9 uur 's avonds nog een beetje te gaan lopen timmeren? Wat is dat? Nou, kijk. Er is iets wat heet clockdown. Oftewel avondklok, hoe mensen dat noemen. Maar ik noem het clockdown, want dat klinkt leuker. Ja. En daarom mogen ze niet naar buiten of zo. En, ja, maar wat moet je sowieso na 9 uur buiten, joh? We hebben helemaal niks te doen door buiten. Dat is wel hoe mijn leven is. Ja, precies. Het enige wat jammer is dat ik geen Wie is de Mol kan kijken met mijn moeder. Maar verder heb ik echt niet zoveel problemen mee. Omdat dit een psychic type is, noem ik hem Eng. Nice. Ja, vind ik een leuke naam. Ja, vind ik een leuke naam. Ik dacht, oké, wie is de rustheid hemzelf in de Avatar-wereld? Mm-hmm. Toen dacht ik eerst Sokka, toen dacht ik, nee, je maakt een grapje, Sander. Iro. En toen dacht ik, Aang, hey. Oh. Of ik had die, hoe heet die ene? Je had toch zo'n guru? Die was Aangs vriend, alleen die was dood voordat wij hem konden kennen. Ja. Maar daar heb je best wel wat van gezien. Hoe heet die ook alweer? Justin zei trouwens dat... Mannen, Gyatso. Gyatso, ja. Justin zei trouwens dat de originele makers
een geanimeerde Avatar vervolg gaan maken met de originele karakters, zeg maar. Dus tussen Aang en Korra in. Echt? Ja. Want ze zouden ook een live ja, doen, maar de... alleen daar zijn de ja. makers van weggestapt omdat de anderen te veel vrijheid wilden. Mm-hmm. Dus waarschijnlijk, ik ga sowieso één aflevering kijken, maar waarschijnlijk blijft het ook bij één. Want die makers, die vind ik gewoon heel goed. Ja. En als die het er niet mee eens zijn, dat zag je ook bij alle andere ja. Afterfilms. Mm-hmm. Dan gaat dat niet goed komen. Nee, precies. Dus ik wil het best proberen, maar ik heb er dan ook eigenlijk niet veel hoop in. Mm-hmm. Daarnaast weet ik niet of die makers sowieso... De makers niet van, zeg maar, van de live action die nu nog over zijn. Of die nog door mogen gaan überhaupt. Volgens mij is hij niet officieel gecanceld. Okay. Maar de makers van The Last Airbender, die zijn er vanaf gestapt. Ja, dat klopt. Ja, maar... Dus ik heb er weinig vertrouwen in. Ja, maar Justin zei dus dat ze dus weer gewoon een geanimeerde versie gaan maken. Met, en dan gewoon zeg maar met het vervolg van, zeg maar. Dus als Aang groot is, dat hij zeg maar die Republic City gaat bouwen. Zeg maar een beetje die tijdsperiode. Dat is wel vet. Dat is, ja, daar ben ik het wel mee eens. Ja, ik hoop dat het vet wordt. Ja, dat moet wel toch. Oh, dat is niet slim om een verkeekje te doen in het dubbelbed. Ja, weet je wat ik... Heb het er ook met Justin over gehad. Ik ben niet zo heel erg, persoonlijk niet zo heel erg geïnteresseerd in wat er daarna gebeurt met Aang, zeg maar. Ik heb dan liever gewoon de volgende Avatar, zeg maar. Snap je? Hm. Weet je, ja, Aang hebben we wel gehad. Aangezien we al wat dingen natuurlijk gezien hebben ja. in Korra. Maar je zag bij Korra wel ook echt mensen die dat gewoon haten omdat er zo'n tijdsjump in zit. Ja, jammer dan. Ja. Ja, ik snapte dat ook niet, want Korra, hij was niet zo goed als The Late of Aang, maar of The Last Airbender, sorry. Mm-hmm. Maar hij was wel echt goed hoor. Hij was wel echt goed. Ja, ik vond hem ook erg goed. Ik heb erg van genoten hoor. Ja, precies. Het is een beetje ja, zeg maar, The Last Airbender had ook al wel wat aspecten, wat volwassener. Maar de Korra, die trekt het echt verder in gewoon, ja, dingen voor adult, zeg ja, maar. Ja, precies. Voor jong adult, ja. Ja, dat vind ik best wel knap. Omdat je dus ook ziet dat de fanbase gewoon heel erg gehecht is aan de karakters. En als je dan allemaal zonen of dochters van die karakters toevoegt. Ja. Yeah. Dan vinden ze het minder interessant. Terwijl ik dat juist vet vond hoor. Maar mm-hmm. ik merk gewoon heel erg dat heel veel mensen dat niet vonden. Ja. Zoals Justin. Maar ja, Justin die zei ik echt overal over. Dat is echt niet te geloven. Justin, zei ik die ook over The Late of Korra? Ja. Oh. Dat is big oef. Ja, maar echt. Je kan het nooit goed doen met hem. Dat is een beetje het probleem. Ai. Ik pak de blauwe orb. Ja, dat is wel jammer. Ja, maar het is wel. Op een manier is dat ook wel weer fijn. Want je kunt zo lekker heerlijk discussiëren met Justin. Behalve dat. Als hij bij jou in de Twitch zit, zeg maar, dat hij echt 10 minuten later iets beantwoordt, wat jij al even antwoordt. Yeah. Ik die ook niet door of zo, nee. No hate is dit. Dat gebeurt heel vaak. Dit is gewoon puur amusement. Yeah. Uitspreken, niet uitlachen. Nee, wel uitlachen. Ja. Flapdrol is het. Wacht, ik heb fly, hè? Heb ik ook een Pokémon die kan flyen bij me? Weet ik niet. Hij zal vast geen fly kunnen, hè? Nope, dat is kut. Even kijken, waar moet ik naartoe? Ja.
Nou, dan kunnen we als het goed is naar die basis van hun met die Wilmers. Ja. Oh jee, een wilde Pokémon. Spannend! Het is een Duskull. Oh. Die mag je niet vangen. Nee, very sad. Maar ik weet al, ik denk al... Lucht zeker. Wat? Lucht mag Ghost vangen. En, ja. En Dark is voor Fire. Fire, ja. Heb je al enig idee welke type je gaat pakken voor ons volgende idee? Nu heb ik het al een beetje verklapt natuurlijk. Maar ja, ik weet niet. Ik zou graag... Je moet zeggen, ik ben ook weer vergeten welke game... Oh nee, ik weet al welke game we doen. Okay. Ik zou heel graag lucht willen pakken de volgende keer. Oké. Ja, ik kan nu zeggen dan dat ik vuur pak. Ja, kan, maar je kan ook of dezelfde types die je nu hebt, of de type die ik nu gebruik. Ja, maar ik vind het wel leuk om een andere te hebben. Op zich, water is ook wel OP hoor, want dan kun je twee starters kiezen. Klopt. Ik kon nu ook twee starters kiezen, ik weet niet meer. Oh ja, Swampert heeft de rock type en Blaziken heeft de fighting type natuurlijk. Yeah. Dus vandaar dat ik twee types. Nou, hoe heet het? Swampert heeft de ground type en niet de rock type. Zij haal de twee altijd door elkaar. Ja, snap ik wel. Het is ook praktisch hetzelfde. Ik vind ook niet dat twee aparte dingen is. Nee, ik ook niet. Ik had liever iets van... Nee, niet hetzelfde is als de grond. Maar ja, ik bedoel, moet het nou echt een aparte type worden? Ben ik het niet helemaal mee eens. Ik had wel graag sound type of zo gezien. Ja. Je hebt best wel wat sound-based aanvallen, wat dan allemaal normal aanvallen zijn. Echoed voice bijvoorbeeld. Ja, Uproar. Je hebt die Noivern, die is ook al sound... Ja, Exploud. Zo'n Dragon die gaat voor... heeft toch van die supergrote oren die een soort van boomboxen zijn? Klopt, ja, net als Exploud en Loudred. Ja, precies. Ja, maar goed, misschien dat ze die ooit nog introduceren. Ja, ik verwacht het niet. Ik denk dat ze, omdat het nu redelijk gebalanced is, zeg maar. Want vroeger had je het, ze hebben Fairy Type toegevoegd omdat Dragon zo OP was, zeg maar. Ja. Ja, ik vind het wel jammer op zich, want nieuwe typings, dat brengt wel echt weer wat diversiteit. Vind ik ook. Ik zeg ook niet dat ze het nooit gaan doen hoor, maar... Nee, maar... Dus stel ze zouden het nooit meer doen, dan zou ik het wel jammer vinden, want het brengt gewoon best wel wat diversiteit. Ja, gewoon weer wat nieuws. Ik vind dat ook wel leuk. Want ik vind de steel en dark types, dat is nu heel normaal, maar ik vind dat oprecht gewoon een hele goede toevoeging van Gen 2. Ja, als het zou echt heftig zijn als ze dat niet hadden gedaan, ja. Ja, want nu is het heel normaal, maar stel, jij hebt geen dark type, dan was bijvoorbeeld Mightyena was gewoon een normal type geweest. Of Magneton, oh ja, die was sowieso al alleen elektrisch in Gen 1. Maar een Marowell, die was dan alleen normal geweest ook, want die had dan ook geen fairy gehad als ze die niet hadden toegevoegd. Mm-hmm. Dus ja, dat was echt heftig geweest, jongen. Ja, maar dan hadden sommige Pokémon... Of die Pokémon's hadden nooit bestaan. Precies, dat wil ik net zeggen. Oké, we moeten dus nog wat anders doen, blijkbaar. We moeten nog niet naar die basis toe. Volgens mij moeten we eerst dan naar die boot toe. Oké. Welke boot? Even kijken, ik ben even aan het checken of het klopt wat ik zeg. Ik weet gewoon niet wat we moeten doen. Dat heb ik toch niet vaak. Zeker niet bij Hoenn. Oké, die gast heeft nu de orb. Moeten we dan niet naar Mount Chimney? Nee. Ja. Nee, is dat wel zo? Ik weet het niet, ik zeg het maar wat. Ja, anders zou ik het ook niet weten. We kunnen het gewoon proberen en dan zien we het wel.
Alleen ja, moet ik dus even een Pokémon pakken met Fly die ik niet mag gebruiken. Oh, oeps. Misschien heb ik wel een Pokémon die niet dood is die Fly kan leren. Tropius kan wel Fly leren, toch? Ja. Ja, sowieso. Hij is een Flying type. Dus. Ja, het zegt ook niks. Gyarados is ook een Flying type. Dat is waar. Oh, hier nog eventjes. Hier, kijk. Oh nee, dit is Ninjask. Shit, Ninja. Hier nog eventjes. Milan, zie je dit? Dit is mijn deathbox en daar zit een Scardinia in. Nu ga ik het wel zien, want als we bij de boxen zitten, dan let ik altijd heel goed op. Dan heb ik 5 box. 5 doden minder dan jij. Sorry. Haha, nee. Nee, dat snap ik. Ik moet ook niet zo lullig. Ik neem Butterfree wel mee in plaats van Latios. Butterfree. Oh, Gargoyle heeft het laatst level, dus misschien. Mount Chimney, hoe kwam je daar ook alweer op makkelijk? Celebertown? Denk ik. Of ik zeg iets heel doms. Nee. Je moet met die rail, zeg maar. Je kan het best naar Leverage Town. En dan naar rechts en dan naar boven en dan via de... hoe noem je dat nou? Die kabelbaan. Via die kabelbaan moet je... Ja. Oké. Als je dit terugkijkt. Ja. Ik vind het heel salty naar de camera te kijken. Want Beautyfly, een flying Pokémon en een bug Pokémon. Die bugs kunnen vaak wel vliegen. Nou, deze Beautyfly kan niet vliegen. Nou, jij zei net nog van ja, het heeft toch een vlieg Pokémon. Ja, neem je het al terug? Om te kunnen vliegen. Nee. Jawel. Okay. Het is een bug Pokémon. Veel bugs kunnen sowieso al vliegen, insecten. Nou, hij kan ook wel vliegen, maar hij kan niet een persoon de lucht intrekken. Oké. Kijk, een kleine duif kan het bijvoorbeeld wel. Ja, nee, klopt. Ja. Leverage Town, waar is die kabelbaan ook weer? Oh, zullen we hier de aflevering beëindigen? Ja, dat lijkt me slim. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken van deze aflevering. Vond je dit nou een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog. Vergeet zeker niet op het kanaal van Sander te abonneren. Die staat in de beschrijving. Dat ben ik nog geen één keer vergeten, dus ik ben super blij. Wordt dit de eerste keer? Nee. Heel erg bedankt voor het kijken. Adios, amigos.